Dus de agenda. Eerst en vooral zullen we even de introductie geven over het topic. Daarna zullen we kijken naar de verschillende filters en de verschillende topologieën die daar beschikbaar in zijn. De componenten en de technologieën natuurlijk die nodig zijn om die filters te gaan ontwikkelen. Welke componenten worden er gekozen en welke componenten zijn er eigenlijk voor te kiezen? En achteraf zal er nog een kleine Q&A zijn, zoals al ingeleid. Yes, Jens, dankjewel voor de introductie. Goed, laten we starten met een heel typische applicatie van een klant, hè, waar er ergens met een mainsvoering wordt binnengekomen, of een mainskabel wordt binnengekomen. Die gaat dan naar een schakelaar om de applicatie in of uit te schakelen. En van die schakelaar gaat die naar een filter. Dan gaat de gefilterde mains die gaat dan verder naar een bord met een AC-DC converter op, DC-DC converters en tal van I/O's. Maar die AC-DC en DC-DC converters is niet het topic van vandaag. En met deze applicatie is de klant naar het EMC-testhuis gegaan en hij heeft volgende resultaten meegekregen, hè. Wat dat we zien is we zien verschillende harmonische op 210, 320 en 430 kilohertz. Dus er zal hoogstwaarschijnlijk een schakelfrequentie zitten op 105 kilohertz. En die harmonische die zien we nog steeds terugkomen, hè. En hier komen we al heel erg bij de limiet uit. Dus dat zou wel eens problemen met zich kunnen meebrengen. Nu, wil dat zeggen dat dat filter dat hier staat geen goed filter is of dat hier de verkeerde componenten in zitten? Wel, in theorie zou dat natuurlijk kunnen, maar het grootste probleem dat we hebben, of wat dat we zeker en vast eerst moeten onderzoeken, dat is de koppeling dat we hier gemaakt hebben. Tussen de mainsdraden ongefilterd en hier de draden van de mains naar onze applicatie, hè. Deze koppeling. Die we hier ongewild gecreëerd hebben, die zorgt voor een noise path, hè, dat in die richting kan vloeien. Want in principe, hè, noise is ook, neemt altijd de makkelijkste weg. Dus zo'n filter, hè, daar gaan we vandaag natuurlijk veel langer bij stilstaan, dieper op ingaan, die geeft een heel hoge impedantie voor die noise, hè, want daar is het juist voor bedoeld. Maar tegelijkertijd hebben we hier een laag impedante koppeling of een iets lager impedante koppeling gemaakt. Dus voor de noise is het veel gemakkelijker om niet door het filter te gaan, maar gewoon via die koppeling zo erdoor te gaan. En hetzelfde geldt natuurlijk, hè, want nu spreken we over de emissies, maar we hebben ook natuurlijk de immunity in de andere richting. Goed, ook nog even als deel van de introductie. Hebben we zo'n filter? Uit wat bestaat dat nu eigenlijk? Zo'n basisfilter bestaat uit één of meerdere inductieve of capacitieve componenten. En door met die componenten te gaan spelen, gaan we op bepaalde frequenties meer of minder verzwakking krijgen. Op sommige frequenties, hè, de stoorfrequenties, daar wil je juist heel veel verzwakking gaan creëren. Maar zeker voor applicaties met communicatie. Wil je niet het differential mode signaal, het nuttige signaal, wil je dat zo weinig mogelijk gaan verzwakken. Dus zoals ik zei, inductieve componenten, capaciteit, en hebben we ook nog hier een weerstand in het sommetje gezet van de filter. Dat is voornamelijk de bleeding resistor voor de capacitor, maar daar kom ik op het einde van de presentatie ook nog op terug. Goed. Laten we naar het volgende punt gaan, hè. Waarom zijn die filters nodig en wat zijn de mogelijke topologieën? Er zijn twee soorten interferenties die kunnen optreden. Dat zijn enerzijds de conducted interferenties en de radiated interferenties anderzijds, hè. Beide hebben ze een ander medium. Dus de conducted interferenties die gaan van 150 kHz tot 30 MHz, hè, en meten we op de kabel. En de radiated interferenties die zitten boven de 30 MHz. Mogelijk is de bron van de noise voor beide vormen van interferentie dezelfde. Maar waarom maken we nu dat verschil tussen die frequenties onder en boven de 30 MHz? Wel, dat is om een goede antenne te hebben voor die lagere frequenties. Laten we nu bijvoorbeeld als voorbeeld nemen 1 MHz, hè. Om dan een goede antennewerking te hebben, heb je al hele lange kabels of hele lange sporen nodig op de print. Dus daar doen we het
Ja, valt het onder de conducted interference. Voor hogere frequenties, bijvoorbeeld 100 MHz, dan hoeven die kabels of die spoortjes helemaal niet meer zo lang te zijn. Om een goede antennewerking te hebben en om de noise te gaan uitstralen. Wat dat we hier, dus dat is het verschil tussen conducted interference en radiated interference. Daarnaast hebben we met deze slide kunnen we het ook alvast hebben, heel belangrijk, het verschil tussen differential mode en common mode. Dus de meeste signalen zijn altijd in differential mode. Dus dat wil zeggen dat er een voorgedefinieerd pad is van de power supply naar de load, dat via deze weg erin gaat en via deze weg terugvloeit. Dus dat is differential mode. Er kan ook hoogfrequente ruis of storing op zitten. Maar een ander heel vaak voorkomend probleem, dat is common mode noise. He, dus bijvoorbeeld signaal wordt ingekoppeld op de twee geleiders tezamen. En er is op een of andere manier een pad terug naar de power supply. En nu vloeit dus de common mode stroom, die vloeit van de power supply via, laten we zeggen, een ongewenst pad terug naar de bron. He. En hier ook voor radiated interference kan dat zijn dat je zo'n koppeling, capacitieve of inductieve koppeling, dat het via deze weg terug naar de power supply kan gaan vloeien. Als we naar een EMC-filter kijken, dan zien we hier op deze slide een basisvoorbeeld, hè. Dus wat zijn nu de verschillende componenten die gebruikt worden in zo'n filter? Dus hier zien we de common mode choke. Er zijn ook twee differential mode chokes die we hier aan hebben toegevoegd. Er is een twee X-capacitors, eentje hier voor de common mode choke en eentje daarna. En twee Y-capacitors. Nu gaat onze impedantie, onze verzwakking voor differential mode en voor common mode nu hetzelfde effect hebben? Het antwoord op die vraag, om dat te bekomen, hebben we hier twee vervangschema's gemaakt. Enerzijds, gaan we even kijken door de ogen van differential mode signalen en we gaan ook kijken door de ogen van common mode signalen. Nu voor differential mode zien we wel degelijk, die X-capacitor gaat daar een grote invloed op spelen. En anderzijds gaat ook onze differential mode chokes, die gaan er ook een grote invloed op spelen, want de differential mode stroom loopt hier door naar de load en vloeit terug via de andere choke. Vandaar twee keer de inductantie van die differential mode choke. Wat ook een rol speelt, maar een veel kleinere rol, dat is de leakage inductance van die common mode choke. Maar dat gaan we later in de presentatie uitvoerig bespreken. En ook de Y-capacitors hebben wel degelijk ook een invloed op differential mode signalen. En want hier staan ze eigenlijk voor differential mode staan ze in serie. Capaciteit gaan we natuurlijk delen door twee. Dus ook een minder impact of minder verzwakking voor differential mode noise. Als we nu hetzelfde gaan doen vanuit de ogen van common mode, dan komt die twee X-capacitors die komen te vervallen. Die gaan eigenlijk niks doen tegen common mode signalen. De twee chokes, de differential mode chokes die we hier hebben, die staan eigenlijk voor common mode staan die in parallel. Dus de impedantie gaat ook een stukje kleiner worden. Degene dat de grootste impact heeft voor common mode noise, dat is de common mode choke. En dat zijn deze twee Y-capacitors. En nu staan die Y-capacitors eigenlijk in parallel. En dat is natuurlijk jouw gunstiger voor de grotere capaciteit gaat voor minder impedantie zorgen voor de hoogfrequente common mode storingen. Dus dit is nu altijd het pad van differential mode en hier hebben we het pad dan voor de common mode signalen. Gaan we dan kijken naar de verschillende topologieën die dan mogelijk zijn. Dan is er eerst natuurlijk de orde van het filter, hè. Er zijn filters met één capacitieve of met één inductieve component. Maar we kunnen ook een combinatie gaan maken van twee of drie van deze componenten om een filter van een hogere orde te bekomen. En met één component kan je 20 dB per decade verkrijgen, maar je kan ook met twee componenten 40 dB per decade of met drie 60 dB per decade bekomen. De effectiviteit van zo'n filter is ook afhankelijk van de impedantie van de bron en de belasting. Je kunt je afvragen waarom is dat belangrijk?
Wel, dat heeft ermee te maken dat zo'n filter werkt enerzijds om de noise te gaan dissiperen, dus om te gaan zetten in warmte. Maar naast het dissiperen gaan we ook de noise, de storing, gaan reflecteren. En dat is toch iets complexer, die reflectie. Maar eigenlijk vergelijk ik het liefst zelf met een antenne, hè, waar we bij een antenne de impedantie zoveel mogelijk gaan matchen. Om zo weinig mogelijk reflecties te krijgen. Dat is wat in de ref heel vaak gebeurt. Nu, hier gaan we net het omgekeerde doen. We gaan zoveel mogelijk wel een impedantie mismatch creëren, zodoende dat er wel degelijk reflecties gaan optreden. En bijvoorbeeld, pak even deze erbij. Hier hebben we een hoogimpedante bron. En gaan we hier inderdaad een lage impedantie toevoegen, en het omgekeerde doen we hier met een lage impedantie, gaan we hier die hoogimpedante component toevoegen op de lijn. Oké, nu gaan we nu dieper in op de componenten en we starten met de belangrijkste component voor noise filtering, dat zijn de common mode chokes. Ik pak nog even die slide erbij dat ik er straks al even had getoond. En waarin ik al had gesproken over die common mode stroom die vloeit van de bron over de twee geleiders tezamen en een andere weg terugvindt naar de pad. En op die manier kan die stroom vloeien, conducted, of voor die hoge frequenties ook radiated. Nu, hoe lossen we dat dan best op? Hè? Dus op een of andere manier vloeit die common mode stroom daar omdat het een makkelijk pad is. Dus we gaan dat pad voor die common mode stromen, daar gaan we een meer weerstand aanbieden, een hogere impedantie aanbieden. En dat doen we door het toevoegen van een common mode choke. En dus nu zal de common mode stroom nog altijd kunnen gaan vloeien, maar door die impedantie specifiek voor common mode noise toe te gaan voegen, zal die stroom veel kleiner gaan worden. En dat zal natuurlijk de EMC-testen positief gaan beïnvloeden. Kijken we dan even naar de structuur van zo'n common mode choke, en dan valt meteen op dat heel symmetrisch is. Hè. Je zou hier bijna een spiegel kunnen tussenplaatsen. En dan zijn de twee windingen, of de twee helften, zijn dan eigenlijk bijna helemaal identiek. Dus met zo'n common mode choke willen we heel graag veel impedantie gaan geven tegen de noise, hè. Vaak in common mode, maar geen aan of beperkter tegen differential mode. Dus we gaan dat even opnieuw door de ogen van beide soorten noise gaan bekijken. Bekijken we het in differential mode. En we spreken hier nu niet over noise, maar over het nuttige signaal. Dan gaat de stroom die daar in de common mode choke vloeit, die gaat er zo door. En die vloeit op dezelfde manier terug. Dus dat is exact dezelfde amplitude. Maar het is in tegenfase. En dat zorgt ervoor, hè, dat het magnetisch veld dat opgewekt wordt door de stroom dat hier doorvloeit. Dat gaat helemaal worden tegengewerkt door het exact hetzelfde magnetisch veld dat in de andere winding wordt opgewekt. Dus wat het eindresultaat is, is dat er geen inductantie wordt gecreëerd, geen impedantie gecreëerd. Maar let op, we spreken hier over differential mode. Dus in het theoretische geval zal differential mode signalen, nuttige signalen, gaan die geen invloed ondervinden van zo'n common mode choke. Kijken we nu naar diezelfde common mode choke, maar voor common mode signalen. Dan hebben we opnieuw die stroom die zo vloeit, maar dus nu via beide windingen vloeit hij er op die manier in. Dus de ene winding zorgt voor een magnetisch veld dat op die manier wordt ontwikkeld. En de andere is nu in fase, in plaats van in tegenfase bij differential mode. En nu gaat er dus wel degelijk wel magnetisatie van die kern plaatsvinden. Ja? En die magnetisatie van die kern. Ja, dat zorgt ervoor dat die common mode noise zal gedissipeerd worden. En op die manier krijgen we dus die impedantie voor common mode noise signalen. Goed, laten we dan even kijken naar zo'n choke of naar zo'n inductieve component. Hè. Dan bestaat de impedantie, die bestaat eigenlijk. Die impedantie bestaat uit de impedantie van zo'n winding zonder de kern en bestaat uit die van het kernmateriaal. Dus impedantie Z, als we hier kijken naar de formule voor de winding, hè, dan is dat 2πf maal de inductantie.
Maar voor het kernmateriaal bestaat het ook uit twee delen. We hebben een reëel deel, de permeabiliteit, die daarmee de inductantie gaat bepalen van onze choke of common mode choke. En anderzijds hebben we ook een imaginair gedeelte dat de verliezen gaat bepalen. En dat is wat dat we hier zien. Dus over de frequenties blijft dat hier heel vlak. Hè? Dus de inductantie van een inductor die blijft ook ja, over een groot frequentiebereik constant. Tot een bepaald punt, hè, dat als het self-resonant point bereikt, gaat die inductantie terug beginnen inzakken. En de impedantie ook terug inzakken. Dus dat zien we hier. En de verliezen, die zien we hier. Dus voor de lage frequenties hebben we eigenlijk heel weinig verliezen in onze kern. Maar die verliezen gaan dus oplopen naarmate de frequenties toenemen. En dit soort van grafieken, die zijn heel afhankelijk van het gebruikte materiaal. Kom ik straks in de volgende slides nog op terug. Dus de impedantie, die bestaat uit een stukje ja, een resistief gedeelte en een reactief gedeelte of een stukje inductantie. Nu gaan we even kijken naar de verschillende, ja, de inductantie en de impedantie, zowel voor storage-applicaties, hè, dus voor DC-DC-converters. En in de volgende slide gaan we kijken naar filtering. Dus dit is specifiek voor storage-applicaties. En dan hebben we drie verschillende materialen hier die we met elkaar gaan vergelijken. Dus enerzijds hebben we ijzerpoeder. En we zien dat bij ijzerpoeder de inductantie eigenlijk al vrij snel gaat beginnen inzakken. En dat komt dus door het kernmateriaal. Dat gaat bepalen dat bij hogere frequenties dat eigenlijk niet, dit soort van inductors niet bruikbaar is voor storage-applicaties. De volgende in de rij is de het manganzinkmateriaal. Dat is voor medium frequenties geschikt, laat ik het zo zeggen. En voilà, dat zit ietsje verder in het frequentiebereik. En dan hebben we nog voor de hogere frequenties de nikkelzinkmaterialen. En dus die vlakke lijn dat we hier zien, voordat die inductantie vlak blijft, die wordt dus mee bepaald door dit punt. En hier zien we dan die daling, die zien we ook hier gewoon terugkomen. We verwijzen hier soms ook naar onze RedExpert tool. Dus voor we kunnen dat soort van verliezen en dergelijke meer ook mee gaan simuleren voor storage inductors. Kijken we dan naar chokes. Dan hebben we eigenlijk dezelfde drie materialen gebruikt in deze vergelijking. Maar nu gaan we kijken naar het imaginaire gedeelte. Hè? Dat is de stippellijn in deze grafiek. Dus daar waar er juist de inductantie begon te zakken, daar gaan de verliezen beginnen toenemen. Hè? Exact hetzelfde als de materiaaleigenschappen van de kern dat we hier zien. Inductantie zakt, of de permeabiliteit zakt van het reële gedeelte. Het imaginaire gedeelte, de verliezen, dat neemt toe. En dat zien we hier. Voor ijzerpoeder. Dat zien we dan ook nog voor manganzink en voor nikkelzink. Hier hebben we een choke, een common mode choke en een kabelferriet. Maar in principe net, zijn het altijd die materialen die gaan bepalen in welk frequentiebereik ja, ze de meeste verliezen gaan brengen. En voor een filter willen we juist wel die verliezen hebben. Voor een DC-DC-converter willen we juist zo weinig mogelijk verliezen hebben om een efficiënte DC-DC-converter te bekomen. Dan nog even bij de common mode chokes, hè, is het heel belangrijk om die symmetrie te bekomen. En dan zijn er twee mogelijke manieren om zo'n common mode choke te gaan wikkelen. Enerzijds hebben we de sectionele manier om dat te doen, anderzijds een bifilaire manier om dat te doen. En met zo'n bifilaire manier, dat zorgt voor de meeste symmetrie. Dus dit zijn twee keer voorbeelden van een bifilair gewonnen common mode choke. En hier tweemaal een voorbeeld van een sectioneel gewonnen common mode choke. Maar waarom zou dat nu belangrijk zijn om die oftewel een sectioneel gewonnen common mode choke te gebruiken, oftewel een bifilair gewonnen? Hier hebben we de impedantiegrafiek over het frequentiebereik voor in het rood een bifilair gewonnen common mode choke en in het zwart exact dezelfde common mode choke, dus hetzelfde materiaal, dezelfde draad. Maar de S voor de sectioneel gewonde variant.
En wat dat we zien, er is een heel klein verschil, is waarneembaar, maar dat is in mijn ogen verwaarloosbaar. Dus hier voor common mode zien we eigenlijk heel weinig verschil tussen een bifilair gewonde variant of een sectioneel gewonde variant. Maar als we gaan kijken naar de impedantie tegen differential mode noise, dan zien we wel degelijk een groot verschil optreden. Dus opnieuw in het zwart hier de sectioneel gewonde variant en in het rood de bifilaire. En dus geeft eigenlijk, kunnen we gewoon stellen dat een sectioneel gewonde variant veel meer impedantie geeft voor die hogere frequenties in vergelijking met een bifilair gewonde variant. Is dat goed of is dat niet goed, hè? Dat is heel afhankelijk van de applicatie. Heb je in differential mode ook storing zitten, hè, in dat gebied van 1 tot 100 megahertz? Dan zou ik persoonlijk ook kiezen voor zo'n sectioneel gewonde variant. Zit je met een nuttig signaal, zit je ergens communicatie op iets hogere frequenties, ja, dan is eigenlijk zo'n bifilaire variant veel beter, want dan ga je het nuttige signaal weinig impedantie gaan geven. Terwijl zo'n sectioneel gewonde variant gaat eigenlijk ook je nuttig signaal al verzwakken en dat is natuurlijk niet wat dat we willen bekomen. Ja, om dat inzichtelijk te maken, hebben we die informatie in onze datasheet staan. Maar je kan ook in onze RedExpert tool bij de common mode chokes gaan sorteren op de common mode impedantie en de common mode verzwakking. Maar ook hetzelfde voor differential mode. Dus je kan daar gaan kijken van oké, ik wil graag op die frequentie zoveel dB verzwakking of zoveel ohm aan impedantie. Dat kan je hiermee gaan simuleren. Een andere belangrijke parameter, dat is de rated current en de derating. Dus de rated current, dat is de self-heating, hoeveel warmer de component gaat worden ten opzichte van de ambient, als er een stroom doorloopt. Dus in dit geval hebben we een self-heating van 55 Kelvin. En bij een stroom van 2,6 ampère zal er een self-heating zijn van 55 Kelvin. Die common mode choke in dit voorbeeld, die is geschikt voor temperaturen tot 125 graden Celsius. Dus rekening houdend met die self-heating van 55 Kelvin, moeten we vanaf 70 graden Celsius derating gaan toepassen. Als je op 100 graden zit en je stuurt nog altijd die 2,6 ampère erdoor, dan kom je op een temperatuur van 155 graden. En dan kunnen we allerlei ongewenste effecten bekomen. Dan bevinden we ons sowieso buiten het operating temperature window. En daar willen we natuurlijk absoluut buiten blijven. Dus als je op 100 graden zit, dan kan je nog altijd deze common mode choke gebruiken. Maar niet meer op 2,6 ampère, maar op 65% van 2,6 ampère. Dan wou ik graag ook nog iets vertellen over de saturatie. Want we hebben vandaag al gesproken bij common mode choke over het gedrag bij differential mode en bij common mode. Nu, voor common mode gaan we eigenlijk heel snel zien dat zo'n common mode choke gaat satureren. Dit is maar een voorbeeld, hè. Maar we zien dat het saturatie optreedt bij vanaf 5 of 10 milliampère heb je eigenlijk al heel veel saturatie. Nu, bij EMC-problemen zijn de common mode stromen die vloeien normaal gezien niet zo groot, niet in de grote orde van milliamperes, maar zitten we toch een heel stuk lager. Moet je aan microamperes denken. Dus dat hoeft helemaal geen probleem te zijn dat we die saturatie hier op deze manier gaan zien. En voor differential mode is dat eigenlijk, zit dat punt veel verder. Dat is ook wat we hier bekijken. Dus hier hebben we drie voorbeelden genomen van common mode chokes. Dit is een frame core. En daar hebben we een bepaalde rated current. En de rated current, zoals we straks gezegd, die zegt iets over hoeveel warmer die component wordt bij een bepaalde stroom. En dan zit die op 600 milliampère. Als we gaan kijken, hè, in functie van die lekinductantie bij de common mode choke, dat een factor is voor de differential mode impedantie of verzwakking, dan zit die op 4,5 of tussen de 4 en de 5 ampère. Dan gaat die beginnen satureren. Maar natuurlijk, als je hier al zit met een opwarming van 40 graden bij 600 milliampère, dan gaat je bij 4 tot 5 ampère een superhoge opwarming verkrijgen. Dus eigenlijk is dat ook
ja, niet zo relevant, die saturatiestroom voor differential mode signalen. Dus dat wou ik even graag even verduidelijken. Er is wel degelijk heel snel saturatie bij common mode signalen, maar voor de meeste applicaties is dat niet belangrijk, dat gedrag. En saturatie voor differential mode zit eigenlijk veel verder weg dan de rated current. Nu hebben we gesproken over de common mode chokes. Volgende topic op de agenda zijn de differential mode filters. Dus er zijn twee soorten van, of we hebben twee soorten van chokes hier beschikbaar. Die zien we hier. Enerzijds hebben we een ijzerpoederkern. En hier hebben we een nikkelzinkkern gebruikt. En we gaan in de volgende slides ook kijken wat de impact is van een ander materiaal te gaan gebruiken op de impedantie. En natuurlijk is ook de saturatie en de rated current daar ook belangrijk voor. Dus hier hebben we twee filterchokes genomen, allebei van 10 microhenry. Dus je zou kunnen zeggen, hè, dat die gaan dan toch allebei dezelfde impedantie met zich meebrengen. Maar we zien dat er inderdaad van frequenties tot een megahertz of 2 loopt dat ja, nagenoeg gelijk. Maar dan begin je een ander gedrag te zien tussen een nikkelzink variant en een ijzerpoederkern. En dat is toch factor 10 verschil op die self-resonance frequency. Dus enerzijds zien we, wat ook belangrijk is, hè, om die 10 microhenry te verkrijgen bij een ijzerkernpoeder, ga je veel meer wikkelingen moeten gaan doen dan bij een nikkelzinkkern. Ga je dus ook misschien een groter RDC hebben. Dus uiteindelijk ja, is het altijd heel toepassingsafhankelijk om te kijken wat de beste oplossing zal zijn voor je applicatie. Oké, dan komen we aan het voorlaatste topic voor vandaag. Hè. Hoe gaan we nu de juiste component gaan kiezen voor onze filter? Wel, we gaan terugstarten met het hart van ons filter, hè, de common mode choke. Dus die zien we hier. En wat hebben we nu gedaan? Dus we gaan kijken naar de common mode verzwakking voor drie verschillende common mode chokes, allemaal met 1 millihenry aan inductantie. En wat er zijn wel, of klanten zijn wel eens verward van die 1 millihenry, of ze zeggen ik heb een common mode choke nodig met 1 millihenry. Wel, dit zijn drie common mode chokes met 1 millihenry. Maar wat is nu de beste of de juiste voor jouw applicatie? Ja, dat is heel afhankelijk van waar de probleemfrequentie zich bevindt en hoeveel verzwakking je nodig hebt. Dus we hebben twee keer hier in het grijs en in het rood, dat zijn twee mangaanzinkkernen. Maar bij deze toepassing hier, de frame core, daar is er veel minder capaciteit tussen de windingen. Wat ervoor zorgt dat we voor die hogere frequenties nog altijd toch 10 dB verschil gaan hebben tussen dit soort van variant te gebruiken of zo'n variant. Zal hoogstwaarschijnlijk ook wel een impact hebben op de size van de component. Maar opnieuw, het is heel elke toepassing of elke klant heeft andere noden. Als we hebben ook tweemaal in het zwart en in het rood, hè, een vergelijkbare common mode choke genomen, maar in het rood met een mangaanzinkkern gewerkt en in het zwart met een nanokristallijnenkern gewerkt. En dan zien we de impact van het materiaal dat nanokristallijn veel breedbandiger is. Dus we gaan zeker ook op die hogere frequenties ten opzichte, mangaanzink ten opzichte van nanokristallijnen, veel meer verzwakking hebben op die hogere frequenties. Kijken we nu diezelfde vergelijking van diezelfde drie componenten, maar nu voor differential mode. Dan zien we ja, ook drie keer een heel ander gedrag, maar dan is het heel afhankelijk van de parasitaire eigenschappen. Hè. Afhankelijk van de vorm, het aantal windingen, het gebruikte materiaal. En dus die inductantie van de ruis van 1 millihenry, die zegt helemaal niets over de differential mode attenuation. Maar opnieuw, zoals ik er straks zei, dit is iets dat we ook in RedExport kunnen gaan bekijken en simuleren. Goed, iets minder spannend misschien, maar wel belangrijk om rekening mee te houden voor jullie applicatie. Dat is de working voltage van de common mode choke. Enerzijds hebben common mode chokes ontwikkeld die geschikt zijn voor op de mains te werken, ook voor hogere spanningen als dat moet. Maar dat zou wel een keer overkill kunnen zijn voor applicaties die op lagere spanningen werken. Hè. En daarvoor hebben we dus common mode chokes voor ja, low voltage voeding, zal ik het zo noemen. En anderzijds voor communicatie
Common mode choke. Hè. Daar is 20 volt working voltage ruim voldoende. Maar het feit dat je dan een kleinere working voltage hebt, zal er ook voor zorgen dat je een kleinere component kan gaan gebruiken. Dan nog even iets over de temperatuurafhankelijkheid van zo'n common mode choke. Hè. Wij hebben hier een mangaanzinkkern opnieuw gepakt, van min 40 tot 150, 180 graden. En we zien dat bij ja, normalere temperaturen, dat is dan de zwarte lijn, denk ik ongeveer. Ja, bij veel lagere temperaturen gaan we enerzijds veel minder impedantie hebben. Dus als je applicatie op lage temperaturen gaat draaien, dan is dat wel belangrijk om daar rekening mee te houden. Hè? Dat de testen die in het EMC-labo doet op lage op normale temperaturen, dat die resultaten ook wel beïnvloed gaan worden door de temperatuur. Ga je natuurlijk over de Curie-temperatuur, dan, dat doen we hier met die test op 180 graden, dan komen de magnetische eigenschappen van die kern, ja, die komen te vervallen. En dan gaan we natuurlijk hier een impedantie hebben die dan richting de 0 ohm gaat. Dan hebben we ook nog een stukje, om de vergelijking te maken van de ruis mangaanzink met nanokristallijnen. En daar hebben we diezelfde temperatuur gepakt van min 40 tot 180. Maar dan zien we een veel kleinere variatie op vlak van temperatuur. En dat komt omdat de Curie-temperatuur van nanokristallijn veel hoger ligt als die van mangaanzink. Dus bij dit filter hebben we nu even de common mode choke terug eruit gelicht. Een andere belangrijke component dat we in het begin van de presentatie hadden gezegd voor common mode, dat zijn de Y-capacitors. Dus die kunnen ook gaan helpen met het filteren van common mode noise. Maar het is wel belangrijk om er rekening mee te houden dat er ook een leakage current. Dat is een beetje het nadeel van met Y-capacitors te plaatsen. We hebben wel eens klanten die inderdaad de gebruikte common mode choke, ja, dat die niet toereikend is tegen de common mode noise problemen. Dan kunnen die Y-capacitors helpen, maar je kan die niet eindeloos gaan vergroten. Want na een tijd wordt die leakage current te groot voor je applicatie. Hier hebben we dan snel de formule gezet om die leakage current te gaan berekenen. Dus die is afhankelijk. De meeste andere parameters zijn, ja, zijn fixed. Maar de capaciteit, des te meer die vergroot, des te groter de leakage current zal worden. En er zijn natuurlijk standaarden die dat gaan vastleggen hoe groot de leakage current mag zijn. Dus dat is zeker iets om in het achterhoofd te houden als je gaat kiezen tussen oké, hoe ga ik mijn common mode problemen oplossen met een common mode choke of met Y-caps. Beide kunnen, maar let op met Y-capacitors op de leakage inductance. Dan hebben we ook kant-en-klare lijnfilters beschikbaar. Hè. Dus we zijn fabrikant van die common mode chokes X en de Y-caps. En die hebben we ook samengevoegd in verschillende filters. Hè. In een single stage advanced en in een two stage. En het voordeel van zo'n toepassingen hè, is dat we de certificatie daarvoor hebben gedaan. Hè. Dus die certificaten zijn beschikbaar. En ja, je hoeft zelf ook geen print te gaan tekenen of gaan designen en te gaan testen. Alle gegevens hebben we ook hierop uitgemeten. Dus dat zou ook voor sommige applicaties wel een goede oplossing kunnen zijn voor filtering. Hier hebben we dan het verschil tussen single stage advanced en two stage. Dus we gaan hier van de ja, gekende filtertopologie voegen we nog een X-capacitor toe voor meer differential mode impedantie. En als dat niet genoeg is, zoals we er straks zeiden, je kan die Y-capacitors niet blijven vergroten. Dus voor zo'n two-stage filter hebben we nog een common mode choke toegevoegd om meer common mode impedantie te geven. En ook een X-capacitor voor meer differential mode impedantie. Dit is dan, denk ik, de laatste slide. Het overzicht van een bepaalde, ik weet niet van buiten, de single stage of de single stage advanced familie. Waarin dat we gaan van 1,5 ampère tot 20 ampère. Dus willen we die stroom gaan vergroten, dat wil zeggen dat we met een dikkere draad gaan moeten werken. En het nadeel van met een dikkere draad te werken is dat je minder turns kan gaan doen op dezelfde common mode choke. Minder turns wil zeggen dat die inductantie gaat zakken. En dat we dus ook minder impedantie gaan bieden tegen common mode noise. Hoe kunnen we dat oplossen of verbeteren? Dat is door de Y-capacitors een beetje te laten toenemen. Hè, van 2,2 nanofarad tot 10 nanofarad. Anderzijds, als we hier aan die inductantie gaan sleutelen of aan die aantal windingen gaan sleutelen, dan gaat ook de lekinductantie veranderen. En om dat op te vangen, hebben we dan de X-capacitors vergroot.
Een grotere X-capacitor, dat wil ook zeggen een kleinere bleeding resistor, omdat die grotere lading die hierin zit opgeslagen, die moet ook op tijd, hè, van zodra dat de applicatie wordt uitgeschakeld of uitgetrokken, dat die, het laatste dat we willen hebben is dat er een onveilige situatie ontstaat. Hè, dus die lading moet zo snel mogelijk wegvloeien. Maar natuurlijk, als er continue spanning staat over een 330 kilo ohm weerstand, gaat dat anders zijn dan bij een 1 mega ohm weerstand. Goed, dat was mijn presentatie over de EMC-filters. Bedankt voor jullie aandacht. En dan geef ik het woord terug aan Jens om eens te kijken of er vragen zijn binnengekomen tijdens de presentatie. Dankjewel, Raf, voor de duidelijke presentatie. Ik heb nog geen vragen zien binnenkomen. Ik stel voor dat we misschien nog even wachten. Hier nu toch een vraagje binnenkomen. Ik zal hem even voorlezen, Raf. Ja, dankjewel. Kan men in plaats van een common mode noise van de bron filteren, het teruggaande pad van de common mode noise filteren of het teruggaande pad volledig weglaten? Ja, natuurlijk, als er inderdaad, dat is wat ik, als er geen, dus dat zou ook zeker wel een oplossing kunnen zijn, hè, om te vermijden dat er een of andere koppeling ontstaat. En dat kan bijvoorbeeld inderdaad in de kabels ook zitten, hè, als we daar die koppeling gaan op een of andere manier gaan wegnemen, gaan beperken, ja, dan kan er ook geen common mode stroom gaan vloeien. Klopt, hè, inderdaad, als er geen return path is, ja, dan kan er geen common mode stroom vloeien. Maar het is niet altijd zichtbaar, hè, hoe dat die koppelingen juist in de applicatie zitten. Dat is soms het complexe aan EMC-filtering. Maar het klopt, als er geen return path is, dan kan die stroom ook niet vloeien. En heb je Goed. dus, dat zou dus ook, hè, naast de filters een oplossing kunnen zijn voor EMC-problemen. Beantwoord dat jouw vraag, Koen? Of heb je nog een bijkomende vraag? Ik zal het straks wel even terug opnemen dan. Ik heb nog een vraagje voor of de presentatie beschikbaar is. Ik denk niet dat de slides zomaar beschikbaar zijn, maar je kan wel wat dat we nu hebben gezien terug via YouTube bekijken. Of Raf, zijn de slides beschikbaar? Heb jij daar een idee van? Volgens mij kunnen we die in PDF-formaat toesturen naar de mensen die dat wensen. Oké, dan zal ik dat noteren voor de persoon die het vragen, dan zal ik het doorsturen. Ik heb hier nog een ander vraagje binnengekomen. Stefan vraagt: ik wil de uitgang van een PWM-dimmer 5 kHz gaan ontstoren. De stroom van de uitgang kan tot 20 ampère oplopen. Zijn er suggesties voor een bepaalde filter? Dat is een hele goede vraag. Maar dat gaat misschien net iets te ver gaan om dat nu zo te bespreken, maar dat is zeker iets dat we samen met Stefan heel graag willen bekijken, hoor. Maar ik moet zeggen dan, ja, dat gaat misschien nu iets langer duren om dat volledig te gaan bekijken en er ook op door te vragen wat het juiste, ja, wat juist de parameters zijn waar we mee kunnen gaan spelen. Dus daar kom ik heel graag nog op terug, ik of Alex. Oké, ik heb hier nog een paar vragen voor de PDF door te sturen. Dat zal wel in orde komen. Ik heb hier nog een andere vraag. Tijdens het productontwerp, wanneer zouden we de chokes toepassen of moet je eerst een EMC-test doen voordat dat bepaald kan worden? Ja, dat is een goede vraag. In principe, hè, je kan de EMC-test doen, maar de meeste ingenieurs willen natuurlijk vermijden dat ze willen er van de eerste keer door zijn. Hè. First time right is wel iets dat gewenst is. En dan is het inderdaad een beetje de ervaring om te weten waar je dat zou kunnen verwachten. Sommige common mode chokes zijn ook niet, ja, het is natuurlijk afhankelijk van de applicatie, niet zo heel groot. Dus daar waar dat je zo dat verwacht. Dat er een common mode probleem zou kunnen gaan zijn, kan je al wel die componenten vanaf het begin gaan meenemen in je design. Maar je begrijpt wel dat dat niet zo evident is om exact te weten van oké, ik heb een filter nodig met 10 dB verzwakking op 10 MHz. Ja, dat is niet zo evident. Maar dus inderdaad, het advies zou wel zijn om daar van in het begin rekening mee te houden dat er dus common mode currents kunnen gaan lopen en daar waar het mogelijk is om allemaal vast wat componenten te gaan plaatsen. Hè. Dat is ook exact de reden waarom dat er soms ook die kabelferrieten worden gebruikt, omdat een design klaar is, het past in een bepaalde behuizing en er kan niet meer aan de componenten gesleuteld worden. En dan zijn die kabelferrieten een oplossing,
Maar dat wordt, is ook niet altijd de verkozen oplossing, hè? Dus dat kan je voorkomen door in het begin al die common mode shocks toe te voegen. Maar je zal natuurlijk nooit niet 100% zeker weten. Of je kan natuurlijk het testen met en zonder common mode choke om het verschil te gaan bekijken. Ja, maar dat is zo. Inderdaad. Inderdaad, je kan alle precautions nemen en de componenten één voor één wegnemen, hè, mocht het door zijn en mocht prijs heel belangrijk zijn. Ja, klopt. Ik heb hier nog een vraag van Jos. Die vraagt: is er een probleem als er inductieverschil zit in één van de twee paden? De vraag is me niet helemaal duidelijk. Ik weet niet of jij mee bent erop. Ja, dat zou volgens mij ook wel inderdaad voor het. Dat zou inderdaad ook wel voor EMC-problemen kunnen gaan zorgen, het verschil in, ja, in impedantie op de twee lijnen. Maar dat kan ik zo niet, ook niet verduidelijken aan de hand van een slide of zo. Maar ik verwacht inderdaad dat wel een impact zou kunnen hebben, ja. Krijg je nog een toevoeging van Alex die zegt dat het inderdaad voor common mode problemen kan zorgen door een verschil in impedantie. Dankjewel, Alex, voor de toevoeging. Zo, ik zie voorlopig geen vragen meer binnenkomen. Dus ik denk dat dit zo'n beetje was. Ja. Wat ik heel graag nog wil meegeven is dat we overmorgen ook nog een seminarie hebben georganiseerd over geïsoleerde isolated power. In samenwerking met analog devices. Mocht je nog niet ingeschreven zijn en mocht dat toch interessant zijn voor jullie, dan kan je dat nog steeds doen. Ik zal de link hier even voor iedereen online delen. En daarnaast hebben we ook nog natuurlijk een paar webinars die we zelf organiseren. Op 2 maart organiseren we er eentje met onze collega van de connectoren Remco. En dat gaat dan over ZIF en de LIF-connectie. En op 9 maart gaan we verder in op de power inductor selectie bij een DC-DC converter. Ik denk dat dit het zo'n beetje was. Ik heb ondertussen ook geen vragen meer zien verschijnen. Dus de mensen die hebben gevraagd om de presentatie per PDF toegestuurd te krijgen, zullen dat natuurlijk ook krijgen. En er zijn nog een paar vragen waar we dat wel later op zullen moeten terugkomen dan. Zo. Dan Goed, denk ik Jens. dat we de Ja. webinar kunnen beëindigen. Yes. Dankjewel ook iedereen voor het webinar bij te wonen opnieuw. Prettige dag nog iedereen.